Hallo lieve leerling, welkom bij Moderne Wiskunde, hoofdstuk 4.1, de stelling van Pythagoras. In het hoofdstuk wordt besproken wat de stelling is en op welke manier je de stelling kunt berekenen. De stelling van Pythagoras geldt voor een driehoek met een rechte hoek. Kijk, deze driehoek heeft een rechte hoek. Twee zijden van die driehoek, dat zijn dus rechthoekzijden, een zijde aan de rechte hoek. Die zijde die noemen we B, dat is een rechthoekzijde. En die zijde noemen we A, dat is ook een rechthoekzijde. Twee rechthoekzijdes dus. Zijde is de langste zijde. Ofwel, wordt ook wel genoemd de schuine zijde. Maar als je de driehoek draait, dan zou die recht komen te liggen. Dus als je hem zo neerlegt, dan lijkt die schuine zijde weer recht. Dus tegenwoordig noemen we die zijde noemen we de langste zijde, niet meer de schuine zijde. Want hij is altijd de langste zijde, hoe je hem ook draait. Maar je ouders kennen hem als de schuine zijde. Nou, de stelling luidt a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Hoe gaan we dit nu berekenen? Nou, je zet een schema op, je tekent een kruis. De ene kant is de zijde, de andere kant wordt het kwadraat van die zijde. Het kwadraat gaan we dus optellen, want dat is de stelling van Pythagoras. De zijde, die gaan we niet optellen. Dus aan deze kant zet je neer A, B en C. En deze kant, het kwadraat, is A kwadraat, B kwadraat en C kwadraat. Die tellen we wel bij elkaar op. Dus de stelling van Pythagoras gaat van horizontaal naar verticaal. Hier staat dus A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Nou, een rekenvoorbeeld. A is 12, B is 5. Dan moeten we C even uitrekenen. Hoe gaat dat dan? De zijde, die zetten we hier neer. Ik weet twee rechthoekzijden. A is 12 en B is 5. A kwadraat, dat staat dus hier, is dus 12 keer 12 is 144. B kwadraat, dat staat hier, is 5 keer 5 is 25. Die twee tellen we bij elkaar op, is 169. Nou, welk getal in het kwadraat wordt 169? Dus als je die kant op gaat, dat is een kwadraat, maar gaan we die kant op, dan doen we dat met de wortel. Tegenovergestelde bewerking. Zie hoofdstuk 3. Nou, wat in het kwadraat wordt 169? Dat is dus wortel 169. En dat is 13. Oftewel, C is 13. Hebben we uitgerekend. En daar worden we vrolijk van. Oké, nou, dit schema, dat als je het zo aanhoudt, is heel veilig, gaat altijd goed. Wat ga ik nu doen? Ik ga je eerst nog even een paar leuke filmpjes laten zien. Eén filmpje laten zien. Er zijn een heleboel filmpjes met een heleboel bewijzen. Dat ga ik allemaal niet doen. Ik laat je één filmpje zien, een grappig filmpje. En daarna ga ik een paar opgaven behandelen die je eerst zelf zou moeten maken. Dus uiteindelijk ga ik behandelen opgave 6. En dan vooral, hoe schrijf je het netjes op? Op het internet kun je een heleboel bewijzen vinden over de stelling van Pythagoras. Twee rechthoekzijden, als je daar een vierkant van maakt, dan krijg je dus het kwadraat van de rechthoekzijden. En die zijn hier aangegeven met blauw. En het zijn eigenlijk vakjes waarin water zit. Op de langste zijde, daar staat ook een vierkant op, die is nog leeg. Dus dat is, de langste zijde is C. En het vierkant erbovenop is dus C kwadraat, C keer C. Dus je ziet hier eigenlijk twee vierkanten die blauw zijn, dat is A kwadraat en B kwadraat. En je ziet het grote vierkant wat nog leeg is, dat is C kwadraat. Nou, wat gaat men hier doen? In deze twee vierkanten zit dus blauw water. En door deze driehoek te draaien en die vierkanten dus naar boven te brengen, loopt het water van de kleine vierkanten in die grote. En nou, denk je, het water past er precies in. Nou, als dat helemaal is gevuld, dan zie je dus dat het keurig netjes precies past. Oftewel, de oppervlakte van die twee kleine vierkanten past precies in die grote. Dus A kwadraat plus B kwadraat, dat is de oppervlakte van die twee kleintjes, past precies in C kwadraat. Nou, dat kunnen we ook weer omdraaien, dat al het water weer terugloopt. Hartstikke leuk. En dan zie je dat het weer helemaal past. Nou, er zijn een heleboel filmpjes. Ook hele leuke filmpjes. Dit is een grappige film. Die dit aantonen. Ik zou zeggen, ga eens op zoek en laat eens wat zien. Van, goh, dit heb ik gevonden, dat is ook leuk. En deel dat met de anderen. Zo, als je dan wat filmpjes hebt bekeken en je de stelling dan misschien beter begrijpt. Ik leg hem dus eigenlijk niet echt uit.
Maar met die filmpjes zou je dus wel die stelling moeten begrijpen. Nou, je weet nu dat het kwadraat van één rechthoekzijde plus het kwadraat van de andere rechthoekzijde gelijk is aan het kwadraat van de langste zijde. Nou, ik heb hier opgave 6, 16 en 30. Dat schema, daar vul je dus in zijde en kwadraat. Aan de rechterkant komt een horizontale streep en een plusje, want alleen rechts gaan we optellen, links gaan we niet optellen. Nou, ik heb hier geen hoekpunten A, B, C of K, L, M. Dus ik schrijf er even op. Een rechthoekzijde A is 16. Het kwadraat daarvan is 256. Mag je de rekenmachine voor gebruiken. Andere rechthoekzijde B, dus dit is A en dat is B. B is 30. Het kwadraat daarvan is 900. Dus gelukkig heel makkelijk. Die tellen bij elkaar op. 1165. En dan gaan we naar die kant. Gaan we met de wortel. Nou, pak je je rekenmachine. Wortel. 1156, wat een kwadraat van 256, dat is 34. Dus C is 34. Antwoord dus, C is 34. En dan kijken we even in het boek, zit er nog eenheden bij? Nee, er staan geen eenheden bij, anders moet er nog een eenheid achter. Let op, schrijf even apart je antwoord op. Zijde AB of wat dan ook, maar in dit geval heb ik C, langste zijde, is 34. Nou, die andere driehoek, daarvan is de langste zijde, hebben ze daar op de grond gelegd. Hè? Nou, één rechthoekzijde noem ik er even A, de andere B. A is 18, B is 24. En op 18 in het kwadraat, nou, dat is een beetje lastig, rekenmachine, 324. 24 in het kwadraat, kom ik uit op 576. Die twee ga ik optellen, 900. Nou, dat is een hele makkelijke, wat in het kwadraat wordt 900? Dus C is 30. Dus C is 30. Even weer apart je antwoord opschrijven in de schets. Zet het antwoord ook even bij. Oké, dus ook weer klaar. Compleet schema. De derde, zijde kwadraat. A 15, B 36. Dus A is 15, kwadraat is 225. B is 36. En dat kwadraat, dat weet ik niet meer. Kom ik uit op 12, 9, 96. Dat tel je bij op. 225 kom ik op 1521. Wat in het kwadraat wordt 1521? De wortel van het antwoord is 39. Conclusie: C is 39. Zo, wat heb je nu geleerd? Maak even een schets, ja, want straks is dat echt nodig. Nu nog niet, hè, maar straks wel. Schrijf netjes een schema op. Zet de gewone zijde erbij. Zet hier de kwadraten. De kwadraten worden opgeteld, de zijde niet. Dus niet 16 plus 30 is 46. Ja, dat staat hier ook helemaal niet. Dus dit wordt niet opgeteld. En schrijf even apart je antwoord op. Laat de docent niet zoeken naar je antwoord. Dus zo irritant. Van waar staat het antwoord? Daar staat het antwoord. Oké, schets, berekening, antwoord. Succes met paragraaf 4.1.